niks. Ja! Dat betekent ook dat we willen dat jullie voor de wedstrijd die tegenstander even een hand geven. En na de wedstrijd ook hetzelfde ook doen. Dus ook als je hebt verloren, dan ga je nog even naar je tegenstander toe en zeg je dat je de wedstrijd tot de hand geeft. Ja? Geef even een hand. Ik heb een hand. Ik heb een hand. Ik heb een hand. Ik heb een hand. Everybody love me, everybody love me, everybody love me. No one messing with my body. Me decirle nada. Me hago el De volgende teams kunnen hier klaarstaan. Dat zijn de hieltjes en de zoemer, de zoemer. Right now. De volgende
kindjes kunnen op ons klaar gaan staan. Dat zijn de tienerjaren. De volgende teams kunnen op ons klaar gaan staan. Dat zijn de Poebo Girls en Danger Girls. Nu door de Pelkers Club. Ik zag dat jullie goed aan het voetballen waren. Ja, we hebben wel zwaar. Ja, dan doe je het altijd goed, hè? Ja, ja, alleen regent wel mee. En dat is wel jammer. Laat je maar blijven lachen. Ja. Oké. Hebben jullie er zin in? Let me show you how to keep the guys going when you're doing that thing over there. Kiele van Uwoon en Raquel Brijssen van Welzen op Maat en Bert Smits van Uwoon.
En daarnaast hebben we nog twee jongeren van het jeugdplatform. Een wedstrijdje spelen tussen de jongeren van het jeugdplatform en Wethouder de Kleine en Natalia. Maar eerst wil ik Hanke van UWO het woord geven om jullie toe te spreken. Het is een hele bijzondere dag vandaag. Het is 10 jaar geleden dat straatvoetbal voor het eerst plaatsvond. Dat er een aantal jongeren initiatief namen om dit op poten te gaan zetten. En ik heb begrepen dat de jongeren vanavond ook een spel gaan spelen. En eigenlijk vind ik dat we ongelooflijk trots op deze jongeren moeten zijn. Dat wij dankzij hun hier vandaag staan. Dus graag een applaus. En ik hoop dat ze dat vanavond hier ook weer horen. En ook een applaus voor jullie zelf. Want dit wordt natuurlijk georganiseerd door jullie en voor jullie. En dat is natuurlijk ontzettend uniek. We zijn 10 jaar geleden begonnen. Toen we begonnen, toen hadden we 80 teams in 1 wijk. En inmiddels zitten we op regionaal niveau 300 teams in 11 wijken. Bij dit soort praatjes hoort ook altijd het onderdeel dat er mensen bedankt moet worden. En een heel groot dankjewel, een dik applaus voor Kees. Want dat is de drijvende kracht voor Kees, dankjewel. Oké, dan gaan we nu een wedstrijdje spelen. We hebben 2 scheidsrechters, 1 speciale scheidsrechter. Dat is Bert Smit van UWO. Hij is hier de wijkbeheerder. Ja, dus als er wat is, dan kun je bij hem. Oké, veel plezier. En doe je best. 1-0. Oké, ik ga een klein stukje van de lijn staan, jongeren. Goed. Politiek laat de steekje vallen. Oké, het is tijd. Volgens mij was het gelijk spel, of niet? Nick? Oké, de Wethouder en Natalia hebben gewonnen. Gefeliciteerd. Daar hebben we. En jullie willen denk ik ook wel weer graag doorvoetballen, dus dat gaan we ook door.